Allard Hoekstra, hoe ga je toch een finale in? Nou ja, een mooi gevoel. Je bent dan vier kom. En je met je matten, weet je maaien en je hoeft niks. En dat hebben we van tevoren zijn. Hun matten wij maaien. En als je ziet wat het resultaat is, geweldig. Ja, wat gaat er op een gegeven moment, wat komt er los? Ja, alles. Je denkt, ik weet het. Aan de ene kant dan zit ik in het publiek, maar aan de andere kant ik wil weg. Ja, ik denk om bijna niks. Eén ding, ik heb voor één persoon wat ik dien en dat is mijn beppe. Ik heb het echt verdien. Die vonden het altijd zo mooi, die had je van genoten. Ja. Wat verdorie nou het allemaal. Maar zo'n finale ik nog een keertje, dood zelf ik. Ja. Nou ja, we zouden, je maakt bij me gebleven. Of bij hun bijbleven en net hun lid again en dat doe je. En dat het goed uitpakt. Chase had geen bal boeten slaan, alleen als laatste eerst waar. Nou ja, dat heb ik een gelukje mooi. En nou ja, heerlijk toch. Heerlijk. Onbegrijpelijk. Onbegrijpelijk. Je van tevoren net bedacht dit. Ik dacht, nou ja, als je de eerste omloop dat kind dan. En als je het, dan kom je alleen maar goed in zin en weet ik het. Nou ja, in de eerste omloop wie het ik nog net enderen. Dat heb je nooit doen. En het rent en het werd alleen maar beter. Ja, Salie het, ja. Slag voor slag. Of ja, Salie het altijd, zat je hem keert. Ja, we hebben continu de willen erin hoor. Ik moet mijn hele brand smit op de boven en dan zit ik weer te mopperen en dan heeft hij weer een geintje en dan is er kleren en dat helpt enorm. Dan zeg ik, nou, dit is gewoon slecht. Zei hij, ja. En dan ging het alleen maar beter. Nou, en dan is dat weer kleren. Nee, dit is gewoon net bij. Dank je voor. Nee, dit is echt ongelooflijk. Ja.